Goedemorgen. Hey, fit was mijn rug. Oh, gaan we zo doen. Gaan we zo doen. Ik zit hier nu in de hoek. Ik lekker. Max, je kind kan ook. Wel in een ziekenhuisbed, maar heerlijk thuis. Goedemorgen. Het is 9:30. Ik ben net gewekt. Vandaag is de dag dat ik ontslagen word uit het ziekenhuis. Dus ik hoop dat dat ook echt gaat gebeuren. Maar door de hevige buikpijnen die ik vannacht weer heb gehad en vanochtend vroeg, gaan ze nu mijn plas checken. Want misschien heb ik wel een blaasontsteking. Daar ben ik heel erg vatbaar voor. En als ik die heb, dan mag ik niet naar huis. Ze gaan kijken of er iets met mijn blinde darm is. Als daar iets mee is, mag ik ook niet naar huis. Dan moet ik dus blijven. Verder heeft Roomservice net ontbijt gebracht. Veel boter, een eitje voor mijn darmen. Lekker makkie thee en 2 boterhammen met rookvlees en jam. En dat moet ik even snel eten. Maar ik heb nu dus niet zo heel veel pijn in mijn buik, omdat ik pijnstillers heb genomen. Even kijken als ik eet of mijn darmen dan weer gaan borrelen. En dan krijg ik mijn volgende ontbijt weer. Mama heeft net die pleister eraf getrokken. Want mijn wond moet nu, is helemaal droog. Er zat niks meer op de pleister. Geen vocht. Dus die moet nu droog blijven. Dus daar mag niet meer afgedekt worden. Ook niet met douchen, want dan moet het schoongespoeld worden. Kijk, als ik even zo doe. Het ziet er wel heel mooi uit. Het is wel echt een flinke... Een flinke jaap. Vind je dat grappig? Zo hoog. Gezet op de aard lijkt ik nou. Kijk hier. Wat een gekje. Nou jongens, het wordt een jongetje. Wat zo zeer. We krijgen even de laatste controles. Ik heb maar kort nachtje gehad. Blijf maar neer. Jij nog lekker net te snurken. Zo. Ja, oh ik kwam echt... hier binnen. Ik denk, nou, ik zou normaal al lang wakker zijn. Ja, ik sliep zo laat. Ik denk dat ik pas 2:30, ik kwam niet slapen. Toen ben ik maar mijn moeder naar bed gaan leren. Ik zei, nou, misschien even wisselen van bed. Toen kreeg ik nog iets om rustig te worden en te slapen. Nou, dat heb ik goed geholpen, want ik heb hele verhalen tegen mijn moeder verteld ja, in mijn slaap. Ja, was een beetje aan het eilen of zo. De hond van mijn oma, die is banjer. En ik was dus vannacht, had ik tegen mijn moeder gezegd van... til banjer dan even op bed. Voor de moe van, of zoiets. Ja. Nou, dit is allemaal goed, hoor. Ah, oké, super. Want je schraapt nog de hond te zien, dus... Ja, ik heb nou de pleisters afgehaald. Oh, en gewoon, want er zit helemaal geen vocht op niks. Nee, er was iemand schoon nu. Dus ik zeg, maar ik zou wel graag wat pleisters meedelen als we gaan doen. Maar ja, de douche is goed, hè? Ja, maar ja, als ik iets anders aan heb van kleren, wat weet ik veel, dan is het misschien wel handig. Het is dicht. Oké. Okay. Maar ik heb 1 paar pleisters. Misschien dat ik 1 paar erbij kan krijgen, even eventueel. Maar goed, dat bespreken we als we echt punt zijn. Ja. Ik ben er pas aan het pakken hier. Zo, ik heb me eventjes een klein beetje opgecamouflaterd. Zodat het er een beetje leuk uitziet als ik zo meteen word opgehaald. En we naar huis gaan. Vind jij het wel lekker? Ja, en we gaan nu eventjes naar het restaurant. Want ik heb heel erg trek in een worstenbroodje met ketchup. Zo, ik lig weer in bed. Ik zie er echt een stuk beter uit als ik mezelf een beetje heb leuk gemaakt. Martje die komt me straks ophalen met mijn schoonouders en mijn omaatjes en Martse oma die zijn bij mij thuis als het goed is. En ja, we moeten nu eigenlijk wachten tot de orthopeed er is, zodat we zeker weten dat er niks met mijn darmen aan de hand is. En dan halen we alle kaartjes leuk van de deur af, nemen we allemaal mee. Mijn bloemetjes, de ballonnen. En ik heb hier net de röntgenfoto gekregen van mijn rug. En het is echt, nou, net kunst. Echt heel mooi geworden. Kijk, dit was mijn rug. En dan zie je hier hoe die was van alle zijkanten. Dus als ik naar links draaide, als ik naar rechts draaide. Dus dit was de voorfoto. En nu... Kijk eens hoe recht. Echt heel erg mooi. Het is alleen hier. Ze wou hem eigenlijk verder pakken. Maar als ze hem verder zouden pakken, dan
zou ik dus nog weer naar mijn onderrug kunnen bewegen. Dus ze hebben er eentje minder gedaan. Daarom zit hier nog een kleine kromming. Maar als ik goede houdingen aanneem en mijn schouders recht hou, dan groeit dat vanzelf een beetje ja, mee. Dan wordt het vanzelf iets rechter. Dus kijk wat een verschil. Echt heel blij. Oh, lief! Dankjewel. Zijn dat je billen van toch? Is dat een armbandje of niet? Zijn dat je billen? Ja, maak er maar wel van. Je moet een geluksvorstukje. Ja, met je aandacht. Ik vind van de arm. Je lijkt Peaky Blinders wel. Hey. Ja, dat is een mafioso. Oh, lief, dankjewel. Liefie. Hoi. Hey, liefie. Hoi. Nou, gaan we even naar buiten kijken. Hè? Oh, gaan we zo doen. Gaan we zo doen. Ik zet je hier in de hoek. Laat maar zitten. Wil je even naar buiten kijken anders? Zo, ja, ik zie je straks, ja? Fantastisch. Hoi. Nou, ik zit in de auto hoor, jongens. Oh. Het ging eigenlijk best wel makkelijk. En ik heb lekker een KitKat gevonden hier. En daar is Mart heel dol op. En die ga ik lekker snel opeten. Mijn moeder is even... Mijn moeder is medicijn aan het halen bij de apotheek. En mijn schoonouders zijn hier. Maat is even de rolstoel terug gaan brengen. En ik eet lekker. Maat je KitKat op. Nou, dat is toch mooi. Zo gaat die achterste, ja, dat vind ik mooi. Zo gaaf. Jij moet niet zo nep doen. Ja. Zo gaaf is dat. Wauwie zeg. Wauwie. Ah, kijk nou, allemaal ballonnetjes. Wat leuk. Welkom thuis. Ja, is dat even leuk. Aisha, hallo schat. Aisha, is goed. Hoi, normaal. Nou, knip hem er maar af. Ik knip hem eraf. Geslaagd van het ziekenhuis. Hopsa. Eindelijk weer lekker thuis. Wel in een ziekenhuisbed, maar heerlijk thuis. Echt heel leuk dat mijn opa en oma er waren. Martse oma, schoonouders die me lekker kwamen halen. Oh, lekker mijn eigen eten. Zoals mijn moeder lekker eten maakt in de keuken. Gaan we lekker aardappeltjes eten met prei. En ik ben ondertussen weer mijn vlog aan het editen. Zodat ik alle afleveringen alvast kan inplannen vanavond. Want morgen is het maandag en morgen komt de eerste aflevering online. Dus ja, echt heerlijk om er thuis te zijn. Kijken? Wil deze even? Ja. Ah, superleuk. Alle kaartjes. De ballonnen. Heel leuk, pa. Leuk gedaan. Leuk zo, Piet? Ja. Nee, is leuk zo. Ja, toch? Ik kan ze roken. Aisha. Hallo, John. Aisha. Heb je me gemist? Oh, wat heb je voor lekker kluifje, schat. Je wordt echt een dikkie. Aisha. Heb je me niet gemist, schat? Heb je me niet gemist, dan? Kijk, dit heb ik nou gemist. Mama de lekkere prei met gebakken aardappeltjes. En mijn kip cordon bleu. Nee, lekker. Hallo. Hallo. Ben jij ook klaar met eten? Prinses op de aard? Dat is toch niet normaal dit? Dit is toch niet normaal? Dit is toch niet normaal dat jij gewoon op tafel zit? Hè? Je mag dat, hè? Ja, je mag op de grote tafel als we eten, hè? Ja. Laat ze hem zien wat je net aan mij gaf. Dat had ik echt niet verwacht hoor. Ah, is dat lief? Wat leuk gekregen van mijn tantie. En ik kan hem nog opeten ook. Hij is van chocola. Super leuk. Niet voor jou. Zo, het is 11 uur. En de visite is allemaal weg. Ik heb nog hele mooie rozen gehad. En
ja, wat leuke kaartjes. En zoals je net zag, kwam Kenji met een hele leuke bos. En er zitten daar geen bloempjes in, maar allemaal snoepjes. Dat is echt super lief. En ik heb even gedoucht, even een ander pyjamaatje. Tenminste, gedoucht, even zelf gewassen, ander pyjamaatje aangedaan. En ja, eigenlijk klaar om naar bed te gaan. En mijn vader hier eraf schoppen. Zodat ik er kan gaan liggen. En ja, dat was het dan eigenlijk. Heerlijk om weer thuis te zijn. Ik ga vanaf nu niet meer elke dag video online zetten. Dus dit was de laatste aflevering van mijn scoliose story. Ik ga vanaf nu de hele week video's maken van maandag tot zondag. En dan laat ik jullie nog via mijn Instagram, Celine Dubbelaar met dubbel i, weten welke dagen die online komen. Dus ja, super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je deze serie leuk vond met afleveringen. Mocht je zelf scoliose hebben, hoop ik dat je er heel veel aan hebt gehad aan de afleveringen. Dus bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn YouTube kanaal, dan kun je dat doen via de rode knop abonneren. En het is geheel gratis. Of aan het eind van de video staat er een rood pijltje en een rondje met mijn foto. Als je daarop klikt, dan kan je je ook abonneren op mijn YouTube kanaal. Zodat je op de hoogte blijft van alle video's die ik upload. Verder wil ik je bedanken voor het kijken. En welterusten.